Al die tijd hadden ze al zoiets van yes, yes, eindelijk. Ja, eindelijk ben ik weer een normaal mens. In de podcast Verschilmakers in de Zorg ga ik, Peter van Drunen, in gesprek met mensen die het verschil maken of het verschil kunnen maken voor de cliënten van de Nico Adriaan Stichting. Een zorginstelling die zich inzet voor kwetsbare Rotterdammers. En we zijn afgereisd naar de Veluwe vandaag om te praten met Jan Geurts. Jan is net iets boven de 70, dat mag ik wel verklappen, denk ik, van hem. Ja, 72. En, ja, precies. Ja. Je hebt heel veel boeken geschreven over verslaving, verslaafd aan denken. Je hebt mij geholpen door middel van het boek De Opluchting van mijn rookverslaving. De Verslaving Voorbij is een van de andere boeken. Die gaat over allerlei soorten middelen. En over gamen en over seks. En eigenlijk alle soorten verslaving komen daarin terug. Dus dat wordt het centrale thema van vandaag. Ja, okay. Verslaving. En heel toevallig, ik kwam met een vraag bij jou. En toen zei je, nou, ik ben toevallig net bezig met een online cursus over verslavingen. Wat is een verslaving nu eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. Een verslaving is een oplossing voor een probleem die tegelijkertijd het probleem vergroot. Dat is eigenlijk een hele, hele soort van essentiële definitie. Als je ziet waarom mensen middelen gaan gebruiken. En middelen, en dan hebben we het ook, ook over eventueel gokken en eventueel seksverslaving. Ja. Waarom mensen dingen gaan doen die dan worden aangemerkt als verslavend, is doorgaans omdat ze een onprettig gevoel graag kwijt willen raken en daarvoor in de plaats een prettig gevoel willen hebben. En dat onprettige gevoel heeft vaak te maken met of je wel helemaal goed in je vel zit, meestal dan niet, of je in het functioneren in je leven misschien moeilijkheden hebt. Het is bekend dat veel mensen beginnen te roken in de puberteit, waarin je toch al verschrikkelijk onzeker bent of je er wel bij hoort bij de groep. Gelukkig is dat roken al behoorlijk verminderd in een soort statussymbool. Maar nog steeds is het toch nog wel een beetje een soort van voor sommige mensen dan toch van, ja, je voelt je wat op je ongemak en dan ga je mee roken met anderen en dan hoor je erbij. En nog duidelijker is dat bij alcohol. Je hebt misschien een beetje moeite met spontaan feestvieren. Je bent misschien een beetje bang om contact te leggen met iemand die je aardig vindt. Je hebt veel op het gebied van man-vrouw-achtige dingen. En dan merk je dat je na 5 biertjes daar veel vlotter in wordt en veel makkelijker. Dus het probleem is dan een beetje geremd voelen, een beetje bang voelen om afgewezen te worden. De oplossing is 5 biertjes drinken. En de oplossing vergroot het probleem. Want iedere keer als je met die 5 biertjes als het ware even over je remming heen gestapt bent, vergroot je de overtuiging dat je van jezelf dus niet in staat bent om spontaan contact te leggen. Dus je vergroot je remming door het middel wat jou even over de remming heen helpt. Je vergroot je identificatie ook met het middel. Met het nare gevoel wat je door het gebruik wil kwijtraken. Ja. Dus dat zie je bij alle dingen. Ik heb zelf de tijd lang ben ik verslaafd geweest aan amfetamine. Mijn probleem was toen dat ik de drukte van een groot gezin en een baan en een studie en een verbouwing van een huis. Het was allemaal veel te veel. En de relatie liep niet lekker en zo. Dus ik zat heel erg in een soort van, ik kan dit allemaal niet aan. Ja, ja. En dan is pep is gewoon, ga je weer lekker nog weer even door. Dan, hè? Dus dat betekent natuurlijk meteen, je hebt een oplossing voor het probleem. Maar het eigenlijke probleem was natuurlijk de relatie die niet goed functioneerde. Het feit dat ik veel te veel hooi op mijn vork had genomen. Daar werd niks aan veranderd. Dat werd alleen maar erger natuurlijk. Je verdoofde het eventjes. Ja, je verdoofde het. En dus op een gegeven moment loopt dat dan helemaal spaak. En, ja. Dus dat is denk ik de algemene definitie, nogmaals, een verslaving is een schijnbare oplossing die tegelijkertijd het probleem vergroot waar het een oplossing voor had moeten zijn. Ja, jij noemt ook altijd de term zelfafwijzing. Ja, dat is, als je zeg maar nog wat meer inzoomt, wat is het eigenlijk? Als je kijkt naar wat ervaart iemand die verslaafd is, die ervaart altijd aan de ene kant een min of meer negatief gevoel over zichzelf en aan de andere kant het middel wat hem daar telkens even van bevrijdt, maar tegelijkertijd dat negatieve gevoel versterkt. En de essentie van alle negatieve gevoelens, daarnet noemden we al erbij willen horen, bang zijn dat je er niet bij hoort, of geremd voelen en die remming kwijt willen. Maar de bottom line van al die remmingen is een diepe zelfafwijzing die we allemaal overigens bij ons hebben. Ja. Ja, het is een soort kern van dat hele aangeleerde zelfbeeld. Ja. Maar als we even eerst kijken naar die verslaving, dan zie je dus dat iemand, zeker als iemand al een tijdje verslaafd is. Want je moet vaak, eerst heb je een aanloopperiode in de verslaving, waarbij mensen
niet eens doorhebben dat ze echt een probleem hebben. Dus dat is eigenlijk, ik noem dat wel de wittebroodsweken van de verslaving. Dan geniet je nog met volle teugen. Je hebt geen enkel idee dat je aan een probleem begonnen bent. Maar dan ergens ontstaat dus dat gevoel dat je een probleem hebt. En dus dan ontstaat ook het gevoel dat je er eigenlijk beter mee op zou houden. Maar dat lukt je dan niet meer. Omdat je dan die prettige ontsnappingsmiddelen van dat nare gevoel kwijt zou zijn. Dus wat er ontstaat is aan de ene kant een soort zelfafwijzing over het feit dat je verslaafd bent. En aan de andere kant het middel wat jou telkens even bevrijdt van dat nare gevoel. Maar tegelijkertijd bevestigt dat je echt verslaafd bent. Dus de vicieuze cirkel is hier, je wijst jezelf af over het feit dat je verslaafd bent. Dat is de zelfafwijzing. Die wordt alsmaar erger door het blijven gebruiken van het middel. En je hebt dus telkens dat middel harder nodig om je in ieder geval af en toe even te vrij van je verslaving te voelen. Ja. Dus dat is de ironie van de verslaving is, dat je op den duur het middel eigenlijk alleen maar gebruikt om je even vrij van je verslaving te voelen. En tijdens de uitwerking van het middel kan dat eventjes gevoeld worden. Ben je even wat vrijer, maar ook dat gaat op den duur niet meer op. Want dan heb je zelfs tijdens je roes heb je al een soort besef van dat helemaal, je gaat helemaal de verkeerde kant op. En ook dus op een gegeven moment werkt het niet eens meer helemaal als verdovend voor jezelf afwijzing. Dwars door de verdoving heen voel je kiespijn. Ja, dan wordt het steeds naarder en dus steeds naar. En dat levert dan ook die angst op als mensen gaan nadenken over zal ik dan maar stoppen. Dan krijg je een enorme angst voor aan de ene kant. Oké, als ik dan stop, maar dan kan ik de rest van mijn leven dus nooit meer vluchten voor dat hele nare gevoel. En als het eventueel niet lukt, voel ik me nog naarder. Want dan ben ik nog eens een keer bewezen dat ik te slap ben om ermee op te houden. Ja. Dus dat overwegen, zal ik ermee ophouden met de verslaving, levert als het ware twee angsten op. Dat het wel lukt en dat het niet lukt. Ja. Als het niet lukt, voel je jezelf een nog grotere slappeling. Als het wel lukt, heb je dat idee van, dan kan ik de rest van mijn leven nooit meer spontaan zijn, ongeremd zijn, genieten van een avondje uit, met vrienden op het terrasje zitten, kan ook al niet meer, want dan mag je geen biertje meer drinken. Mm-hmm. Al die angsten, en die houden jou dus in je verslaving. Ja. Ik heb zelf ook een beetje zo'n moment gehad toen ik 23 was. Ik werkte mee aan een tv-programma. Ik vond het super spannend. En het stond ineens in de spotlights. En toen vond ik zo spannend. Toen dronk ik dus wat extra biertjes om even mezelf zeker en sterk genoeg te voelen. Ja. Maar ik merkte wel dat daarna, overigens werkte dat niet uiteindelijk. Ja, nee. Maar dat ik daarna dus vaker dat mechanisme ging gebruiken om me over dat soort momenten heen te helpen. Ja, dat slijt heel snel in. Dat is omdat het ego, ons aangeleerde zelfbeeld, in principe korte termijn denk is. Zo snel mogelijk van een rotgevoel af. Desnoods dan maar met iets waarvan je al weet dat het eigenlijk het probleem voor je uitschuift en groter maakt. Ja. Maar in het begin heb je daar dan toch nog niet zo'n beeld van. Ook niet als je die leeftijd hebt waarschijnlijk. Ja, ook dat. Maar ook de veel verslavingen moet je toch een tijdje al inzitten voordat je werkelijk doorkrijgt dat je hier met een serieus probleem zit. En dan ontstaat ook steeds meer die zelfafwijzing erover. Maar in hoeverre zie jij een relatie tussen de opvoeding en de verslaving? Ja, er is een zeker verband als ouders zelf verslaafd zijn. Mm-hmm. En dan met name natuurlijk ook zichtbaar verslaafd zijn. Dus vooral de alcoholverslaving is wel iets wat je aanleert als kind. Ja. Dan wat dan in ieder geval de drempel enorm verlaagt. Verder is er denk ik niet zo heel veel verband. Ik ken genoeg mensen waarvan de ouders niet verslaafd waren en verder heel normaal functioneerden en die toch in een verslaving terechtgekomen zijn. Ja. Dus het hele idee dat er zeg maar om verslaafd te raken al iets mis met je moet zijn, dat is al een misvatting. Dat is al een onderdeel van de gebruikelijke manier waarop in onze samenleving naar verslaving wordt gekeken. Ja. En die eigenlijk heel averechts werkt, denk ik. Die heel erg stigmatiserend is en het moeilijker maakt om van een verslaving af te komen dan dat ze er eigenlijk behulpzaam bij zijn. Daar komen we zo nog wel even bij terug. Is het principe van elke verslaving nou hetzelfde? Het principe van de seksverslaving, van de drugsverslaving en de alcoholverslaving? Ja, ik heb het idee van wel. En dat is dat principe dus van dat je wil iets niet voelen en je gebruikt een middel om dat gevoel niet toe te laten, om het toe te dekken, om het te compenseren, te verdoven, toe te dekken met een lekker gevoel, wat dan ook.
En tegelijkertijd houdt dat dus het probleem in stand, wordt zelfs groter het probleem, dus je hebt het middel harder nodig. De neuroloog zou zeggen, er worden dan heel snel zenuwbanen ingesleten die zeggen van bij dat probleem moet je gewoon dat middel gebruiken, ja. Want dan ben je meteen van je probleem af. Ja. En het ego kan dan wel op een gegeven moment beseffen dat die oplossing maar een zeg maar, hele tijdelijke schijnoplossing is. En dat de echte oplossing zou zijn om te stoppen met verslaving. Maar dan komen dus die twee angsten van dat, ja. Dan, dat je leven gewoon saai en grauw en vervelend gaat zijn de rest van je leven. Dus nee, het is bij allemaal hetzelfde. Dus ook bij die middelen waarvan mensen soms denken van dat is anders. Zoals bijvoorbeeld bij eetverslavingen. Want ja, je kan toch niet stoppen met eten. Precies, en seksverslaving. Ja. Dat zou toch niet gezond zijn als je helemaal geen seks meer mag. Of dat soort dingen. En dan heb je nog de gokverslaving. Soort van, dan neem je toch helemaal niks in. Maar ze werken allemaal hetzelfde. Ja? En zelfs de bepaalde dingen die doorgaans in de psychologie niet als verslaving worden gekenmerkt, maar meer als dwanghandelingen, hebben in feite ook hetzelfde principe. Ja, dus je moet dan een bepaalde handeling verrichten om van een naar gevoel af te komen. En dat vind je dan heel stom van jezelf, dat je weer opnieuw die tafel moet schoonvegen, terwijl je hem net schoongeveegd hebt, omdat je een soort dwanggedachte hebt dat er vlekjes op zouden kunnen zitten. Ja, ja, en dat ja. Vind je dan weer zo stom van jezelf. Maar dat stomme gevoel wil je niet voelen, dus ga je toch maar even weer met dat doekje die tafel schoonmaken. En ook dat is dan weer zo'n vicieuze cirkel. Het concept is wel hetzelfde, inderdaad. Ja. Nou ben ik benieuwd, ik probeer de vertaalslag te maken naar de praktijk. Hè. Wij zijn hulpverleners. Moet iemand eerst zijn afgekikt voordat je dit soort gesprekken kan voeren? Nee, dat is al een van de rare dingen. In de gebruikelijke hulpverlening moeten mensen eerst stoppen. En dan gaan we eventueel kijken of we de onderliggende oorzaken bij je kunnen, eerst kunnen helpen. Ja. Zal ik eerst gewoon iets vertellen over die gebruikelijke benadering en wat er allemaal aan mankeert eigenlijk. Want ik zei al, van het is een soort vicieuze cirkel van je hebt een negatief gevoel. En het middel moet jou daarvan afhelpen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd versterkt iedere keer dat je een middel gebruikt om van een negatief gevoel af te komen, versterkt het dat negatieve besef van ik kan het niet zelf, ik heb dat middel nodig, dus van mezelf ben ik slap of wat dan ook. Hè? In de gebruikelijke hulpverlening, zoals trouwens bijna alle medische en psychologische hulpverlening tegenwoordig is, gewoon, wat is het probleem? En dat moeten we dan zien kwijt te raken. Dus de verslaving wordt bestreden aan de kant van het gedrag. Ja. Dus er wordt niets gedaan aan dat inzicht van die zelfafwijzing die de motor is achter het gedrag. Dus de motor blijft draaien achter het gedrag, maar je mag het alleen niet meer. Ja. En dat is natuurlijk vreselijk lastig. En dan gaan we mensen zogenaamd helpen met dat gedrag achterwege te laten, bijvoorbeeld door ze op te sluiten. Ja, ja. We sluiten ze op. Ja, meestal vrijwillig, maar zelfs dat niet altijd. Ja. En dan sluiten we ze op, en dan in een gebouw waar dus dan echt niks te vinden is. En dan gaan mensen natuurlijk zich vreselijk, zeg maar, moeilijk gedragen. En daar moeten we dan ook weer een hoop onderdrukking op toepassen. Ja. Dus het is een soort van strafkamp waar je dan in terechtkomt. Ja, ja. En natuurlijk, die ontwenningsverschijnselen worden alsmaar erger, want het heeft een beetje een soort van, alsof je zonder de kraan dicht te draaien de tuinslang aan de andere kant dicht gaat knijpen. Hè? De druk bouwt zich op van, wordt steeds moeilijker om. Ja, ja. Ja, en natuurlijk, als mensen dan ontslagen worden na een tijdje, heb je een vrij grote kans dat ze weer terugvallen. Dus dat is één reden. Je pakt het aan de verkeerde kant aan. Het zijn twee dingen die als het ware elkaar in stand houden. En je pakt als het ware de uiterlijke kant aan, zonder de innerlijke kant eerst te doorzien. Dus de juiste manier zou hier zijn dat je tegen mensen zegt van, nee, wacht eens even, je bent helemaal niet verslaafd, je hebt een verslaving. Dat is al een begin. Ja? In de gebruikelijke hulpverlening wordt dat hele idee van je bent verslaafd en het is een ziekte waar je van je levensdagen nooit meer van afkomt. Ik pak er even en je mat moet bij. Voortdurend moet je alert blijven om niet terug te vallen. Dat is totaal averechtse instructie. Even de map, laat ik even zien. Dan krijg je hier bijvoorbeeld een map van een van de hulpverleners. Is dan het beest in je hoofd dat verslaving heet. Ja, het is echt een soort monster. Ja. Verslavingsmonster. Nou, hè? Ja, en je moet het bestrijden, je moet het doodmaken. Ja. 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 En hoe maak je het dood door het gewoon te onderdrukken? Onderdrukken, dat mag niet meer. Ja. En het effect is bekend. Dat hele idee van bijvoorbeeld ook het 12-stappenplan, wat vaak bij alcohol en ook andere verslavingen gebruikt wordt, daar ligt vaak die nadruk dus op van, dit is gewoon iets wat je bent en waar je nooit meer vanaf komt. Je bent machteloos. Ja, je bent machteloos. Je moet ook je overgeven eventueel aan een grotere macht of zo. Dat komt dan een beetje
Amerika, een beetje denk ik uit de religieuze hoek. Mm-hmm. En dan ook dat hoe helpen we elkaar? Op zich is dat een van de weinige echt positieve aspecten, vind ik, aan de AA. Dat mensen elkaar opzoeken en dat ze gaan zitten en dat ze vertellen over waar ze het moeilijk mee hebben. Alleen ook daar zit datzelfde identificatie weer in. Van dan moet je beginnen met mijn naam is Jan en ik ben verslaafd. Terwijl je misschien al een jaar lang niet gedronken hebt. Ja. En inderdaad, daardoor klopt het zelfs ook. Je bent nog steeds verslaafd. Je bent nog steeds verslaafd. Ja. Maar niet omdat verslaving nooit kan ophouden, maar omdat jij precies aan de verkeerde kant, als het ware, je probleem hebt aangepakt. Je hebt het aangepakt aan de gebruikskant en niet aan de denkkant en aan de voelkant. Ja. En dus echt dweilen met de kraan open. Dus die identificatie, die moet er eigenlijk eerst uit. Dat moet er eerst uit. Ja. Dus je gaat met zo iemand in gesprek en zegt, joh, je bent niet verslaafd, je hebt een verslaving. En dan leg je uit, hoe is het begonnen? Natuurlijk laat je iemand vertellen ook, hoe ben je begonnen ooit? En dan kun je al vrij gemakkelijk zien dat het begonnen is in een situatie waarin je min of meer ongemakkelijk voelde. Misschien een beetje geremd om contact te leggen met anderen. Of een soort van alleen voelen op een feestje en dan komt het middel langs, of het biertje, of het snuifje, of wat dan ook. En dan blijkt ineens dat je je daarna veel beter voelt, veel zelfverzekerder, ja, dat soort dingen. Dus dan kun je laten zien, oké, dus wat was er eerst? Was een soort ongemakkelijk gevoel, een soort, zeg maar, vermindering van zelfvertrouwen, tot en met zelfs een heel laag zelfvertrouwen. Ja. Ja, toen kwam het middel langs en toen voelde je je even wel functionerend. Ja. Ja. En dan zie je dus van, oké, en daarna heeft dat zich herhaald. In het begin had je niet eens door dat het een probleem was, want dat was het ook toen nog niet. Want het is niet zo dat je na één keer meteen verslaafd bent, behalve bij die middelen als heroïne en dat soort dingen, die hakken er echt meteen helemaal in. Maar de eerste keer een beetje amfetamine of een beetje snuifje, koken of wat dan ook, dat is nog niet waar je meteen aan verslaafd bent. En sowieso zijn er middelen die lichamelijk überhaupt niet verslavend zijn, ja, zoals MDMA en dat soort dingen. Dus dat is, zeg maar, het probleem is er nog niet. En daarom denk je, ik kan dat best af en toe doen. No problem. Ja, en dan heel geleidelijk sluipt dat er dus in. Dus dat moet je gewoon mensen duidelijk maken. Ja. En dus ook vooral duidelijk maken, er is sowieso niks mis met je. Het is sowieso niet stom van je dat je hier ooit aan begonnen bent. Ja, ook al is het een heel daar probleem geworden. Dit kan iedereen overkomen. En dan moet je ook nog bepaalde, zeg maar, gedachten die mensen vaak ook nog meekrijgen. Van, het is niet zo dat sommige mensen een gen hebben en dat ze daardoor verslaafd zijn. Er is wel zo'n gen, maar de invloed van dat gen ten opzichte van de invloed van je opvoeding en dan ten opzichte van de invloed van de situatie waarin je begonnen bent met te gebruiken, is die invloed van dat gen is vrij klein. Ja? Ja, oh ja. Dus, maar verslaafden hebben natuurlijk de neiging om dan vaak te gaan denken, ik heb een gen, dus ik kan er nooit meer van afkomen. Dus gen wordt vaak groot gemaakt. Ja, wordt dan enorm groot gemaakt. En natuurlijk voor sommige verslaafden zelfs een soort legitimatie van, dan hoef ik dus nooit meer mijn best te doen om ervan af te komen. Ja. Kan ik lekker mee in mijn leven blijven. Ja, en dan denken ze dat ze lekker verslaafd mogen blijven, terwijl ze eigenlijk het gewoon heel naar vinden om verslaafd te zijn. Ja. Dus dit is een ander ding wat je geleidelijk aan mensen kunt laten zien. Want de verslaafde in de gebruikelijke, zeg maar, hulpverlening wordt heel erg bevestigd in dat beeld wat je als verslaafde ook hebt, namelijk het middel is eigenlijk wel heel erg leuk en fijn, alleen de consequenties zijn zo naar. Je wordt er ziek van, je krijgt ruzie met je partner die niet verslaafd is, dat soort dingen. Je gaat op een gegeven moment wat minder goed functioneren op andere terreinen. En dat is zo jammer, dat als dat nou maar niet, dan kon ik gewoon lekker de rest van mijn leven gewoon lekker doorgaan met. Ja, dus ze hebben niet eens door dat er een soort verschuiving heeft plaatsgevonden naar onderen van hun welzijnsgemiddelde. Zo noem ik het maar even. Ja. Het is een heel raar, grappig systeem. Ja. Als je begint met verslaving, is je welzijnsgemiddelde ongeveer op dit niveau. Als het even, zeg maar, fysiek, of hoe heet dat nou, visueel maken. Ja. En dan krijg je een piekje als je het nummer inneemt. Ja. En een dalletje wat net iets onder dat niveau uitkomt. Ja. En dan herstelt het zich weer als je niet meteen iets nieuws gebruikt. Maar dan zit je net iets lager. Ja. Wat ik eerder al zei, van je negatieve gevoelens worden eventjes verdoofd door het middel. En daarna komen ze terug, maar net iets erger. Ja. Dus je zit ietsje lager. Dus en dan komt het middel komt weer met een piekje. Maar dat piekje is al iets minder hoog dan het eerst was. En dan zo, en dan krijg je dit, en dan zo. En dan na een jaar gebruiken, zit je ergens hier met je welzijnsniveau. Ja, je voelt je eigenlijk constant gewoon een beetje een slumiel en een sukkel als verslaafde. En je hebt natuurlijk dat middel hartstikke hard nodig om je af en toe van hier even naar hier
te begeven. En dat lijkt dan of je je dan weer helemaal goed voelt. Ja. Maar je zit nog steeds zo net onder hoe je je voelde toen je niet verslaafd was. Dus een verslaafde probeert eigenlijk telkens het middel weer te gebruiken om zich even een niet-verslaafde te voelen, maar slaagt daar steeds minder in. Dus heel ironisch allemaal. Heel tragisch, als het niet ook zo bizar zou zijn. Ja. En als je dat dan eenmaal doorkrijgt, als je ziet dat je eigenlijk in een soort van met zeep ingesmeerde paal zit en je probeert iedere keer de bovenkant te bereiken, maar je zakt iedere keer dieper omlaag in je verslaving. Ja, ja, ja. En iedere keer denk je, ik heb het middel nodig om me goed te voelen. Maar je hebt alleen maar het middel nodig om je even iets minder kloten te voelen. Wat, zeg maar, wel telkens erger wordt. Ja? Dus als iemand dat eenmaal ziet. Ja. Ja, en dan komen we natuurlijk op die angsten. Ja, maar hoe zit dat dan? Die angst voor de rest van mijn leven wordt het ontzettend moeilijk en saai en vervelend. Saai en vervelend, ja. En dan zeg je, ja, maar dat is dus juist een onderdeel van het verslaafd zijn. Ja? Dus in de verslaving zit de angst voor het stoppen. Dus deze methode die ik dus heb ontwikkeld, die zegt ook niet je moet stoppen met je verslavend gedrag. Je moet stoppen met de verslaving. En het gedrag houdt dan vanzelf wel op. Dus de verslaving is het hele systeem van denken dat je het nodig hebt om je goed te voelen. En die enorme angst voor, als ik stop wordt mijn hele leven grauw, saai, kan ik nooit meer iets leuks of gezelligs meemaken. Dat allemaal tezamen, dat moet je dus herkennen als, wil ik daarvan af of niet? Dat is de illusie. Ja, dat is de hele samenspel. Als je iemand zou zeggen, wil je van je alcohol af? Dan zegt hij, nou nee, want dan kan ik nooit meer gezellig op het terrasje met vrienden. Maar als je zegt, wil je van je angst af dat je nooit meer op het terrasje met vrienden kunt zitten zonder dat het gezellig wordt? Ja, daar wil ik graag van af. Maar ik denk dat dat alleen maar kan door telkens maar weer dat bier te gaan drinken. Nee, er is een andere manier om van die angst af te komen. En dat is stoppen met je verslaving. En echt waar, als je dat eenmaal doorhebt. En dan heb je ook nog dat verschil tussen poging en besluit. Hè? In de gebruikelijke behandeling, hè, word je geholpen om een poging te doen. Dus een poging is heel erg op wilskracht. Heel erg, ik ga het proberen, ik ga ervoor, weet je wel. Dus de strijd aangaan met in je achterhoofd de wanhoop al tot in je schoenen, bij wijze van spreken. Ja. Maar toch, je bent opgepept door alle ellende en door je omgeving ook. Die allemaal ook zeggen, doe het dan voor je kinderen of iets dergelijks. Ja. Dus allemaal totaal averechtse hulpverlening. En dan probeer je het en dan vanaf dag 1 ga je dus in gevecht tegen de verlangens die je natuurlijk nog wel even hebt. Er is wat lichamelijke ontwenning. Ja. Afhankelijk van welk middel je gebruikt hebt, is er een vorm van fysieke ontwenning. En er is een vorm van psychische ontwenning, omdat die zenuwbanen, die zijn ingesleten. Dus je zal, als je 30 keer per dag een sigaret gerookt hebt en je stopt vandaag, dan zul je nog zeker 30 keer en vermoedelijk wat vaker, zul je gedachtes krijgen aan een sigaret. Op het moment dat je die gedachten gaat bestrijden, zo van, ja, maar dan nou mag het niet meer, nou moet ik echt niet meer aan roken denken. Mm-hmm. Op dat moment maak je van een rookgedachte een obsessie. En van de obsessie maak je een dwangmatigheid. En binnen een dag ben je gek. Ja, dan moet je roken. Hoe kan je nou je eigen gedachten gaan bestrijden? Ja, ja. Dus je moet mensen ook nog leren van, als je eenmaal het besluit genomen hebt om te stoppen, hoef je dus ook niks meer te doen. Je hoeft niet te strijden tegen de gedachte, wat heb ik zin in een biertje of in een sigaret. Laat die gedachte gewoon maar opkomen, want je hebt al besloten, niet om te stoppen met je gedrag, maar om te stoppen met de verslaving. Het hele systeem is doorzien en beëindigd op het moment dat je zegt, ik wil dit niet meer. En wat wil je niet meer? Je wil niet meer die rotgevoelens over jezelf en dat lullige middeltje om af en toe even er geen last van te hebben. Je wil gewoon van je rotgevoelens af, omdat je gewoon waardevol bent. Ja. Ja? Dus als je dat eenmaal herkent, dan zeg je, wow, en dan stop je dus niet meer vanuit, wat ben ik toch een lul, dat ik het allemaal al die jaren, weet je wel. Nee, dan stop je van, ik gun mezelf een veel leuker leven. Dan, want het is gewoon niet leuk om verslaafd te zijn. En je wil misschien ook onderzoeken wat daaronder zit. Dus welke... Dat is dan weer de volgende stap natuurlijk. Ja. Van de verslaving is ooit begonnen met een probleem. Ja. Op een gegeven moment is het probleem, waar het mee begonnen is, is me ondergesneeuwd door het verslavingsprobleem zelf. Ja, ja. Dus waar je mee stopt, als je op de goede manier stopt, is met het verslavingsprobleem. Je stopt met je verslaving. Als er daaronder nog eventueel dingen zitten, zoals bijvoorbeeld een onvermogen om met je eigen emoties om te gaan, bijvoorbeeld een wat borderline of een beetje narcisme of wat dan ook. De kans is overigens best wel groot dat dat helemaal reuze meevalt.
Want je hoeft niet per se zware psychische problemen gehad te hebben om verslaafd te raken. Ja, het kan al gewoon zijn dat je eventjes wat minder goed in je vel zat. Je wist niet welke studie je moest gaan doen. Wat moet ik met mijn leven? En daar kwam het snuifje langs en het biertje soort dingen. Ja. En wom, daar ging je. Ja. Ja? Dus als je dan stopt met je verslaving, ik denk dat het merendeel van de mensen gewoon dan op dat moment gewoon door kan met hun leven. Ja. En gewoon natuurlijk hun leven een beetje op de rails moeten krijgen, afhankelijk van hoe diep ze in de goot geraakt zijn. Ja? Ja. Dus als je ook de hele dag door de stad hebt gezworven, dan moet je natuurlijk ook een hele nieuwe, zeg maar, routine gaan ontwikkelen. Ja. En daar heb je dan vaak wel hulp bij nodig. Ja. Stoppen met de verslaving zelf is niet zo moeilijk eigenlijk. Als je heel je leven ontspoort, moet je hulp krijgen bij het op de rails zetten van je leven. Maar die hulp heeft dan ook veel meer effect. Ja, omdat je al eigenlijk, zeg maar, de reden waarom je niet geholpen kon worden, was het gebruik. Ja, dat is een van de vragen die is binnengekomen. Ja. Van een van de hulpverleningscollega's. Elke, die zei: kun je nu het beste eerst aan stabilisatie van de verslaving werken of eerst aan stabiele leefomstandigheden? Een korte toelichting. Afkicken en daarna terechtkomen in de nachtopvang is niet echt helpend, om het zo maar te zeggen. Maar verslavingsproblematiek belemmert vaak ook weer het realiseren van een eigen woning en dus wegkomen uit die nachtopvang. Ja, dus dan hebben we het inderdaad over dat, zeg maar, de verslaving zoveel secundaire problemen erbij heeft opgeleverd. En ik denk dat je dan het mooiste zou zijn als je het tegelijkertijd kunt aanpakken. Dus dat je iemand een traject kunt aanbieden waarin die een tijdje geen zorgen hoeft te maken over waar die nacht moet verblijven. Dus toch eventueel intern, uiteraard vrijwillig. En uiteraard dan zonder, zeg maar, die gevangenismentaliteit van je mag hier niet meer gebruiken. Dus vanuit een soort vrije keuze en eventueel zelfs een tijd lang ook nog met, zeg maar, gecontroleerd gebruik. Dus dat je niet te snel, voordat iemand het inzicht heeft gekregen wat de verslaving eigenlijk is, al moet stoppen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, denk ik, heel erg belangrijk. Ja. Hè? Dus bij die stoppen met roken methode bijvoorbeeld, die ik een tijd lang gegeven heeft, mochten mensen tijdens die dag dat ik dan zo'n cursus gaf, mochten ze blijven roken. Ja, net als in de pauzes, als het ware. In de pauze gingen ze al snel even wat roken. Ja, ja. En dan legde ik weer allerlei dingen uit. En dan konden ze in de pauze, konden ze al rokend, konden ze kijken naar: wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat is dit eigenlijk voor iets? En dan zo ontstond dat inzicht, dat ze, waardoor ze op het einde van die dag met een soort van: ja, dit is echt gewoon belachelijk, dit hele systeem. En dan was het gewoon: ik stop ermee. Ja? Vanuit een soort van: wat heerlijk dat ik er nu me eindelijk mee op mag houden. Ja. Dus je mag nog best even doorgaan met gebruik, want het inzicht, dat komt geleidelijk als je er mee bezig bent. Ja, dat is met een aantal gesprekken, denk ik. En, en natuurlijk, je hebt het merendeel van de verslavingen zitten niet zeg maar, op straat en in de nachtopvang en zo. Dus dat is, zeg maar, die doelgroep die kan sowieso geholpen worden door een aantal gesprekken te voeren. En ook met van: blijf nog even gebruiken ook. Dus niet te snel stoppen ook. Het is vaak wat ik erbij zeg ook: niet te snel stoppen. Want dan ben je nog te veel in je oude modus van: het mag niet meer. Ja, ja. Nee, blijf maar even. En probeer, terwijl je verslaafd bent, dus vlak voordat je je middel gebruikt, terwijl de uitwerking begint, meteen daarna, wat voel je daarbij? Probeer daar nou eens naar te kijken zonder meteen mee te gaan in die zelfafwijzing. Dan zie je waarschijnlijk dat er zelfafwijzing plaatsvindt, zonder dat je jezelf aan het afwijzen bent. Ja, dus ook een manier van: leer nou eens kijken naar je gevoelens in plaats van meteen je ermee te identificeren. Nu en dan, soms is een week al voldoende, dat mensen zeggen van: nou, na die week van: ik heb het wel eigenlijk wel helemaal gehad met iedere keer weer dit middel gebruiken. Mag ik er nu mee stoppen? Ja. Ja, en dan is het vaak ontzettende meevaller. Ik denk dat het heel verhelderend is voor heel veel mensen. Voor heel veel mensen met een verslaving of die iemand kennen met een verslaving. Ik blijf af en toe nog terugkomen op die hulpverleningsproblemen die we dan soms ervaren. Omdat je soms, lijkt het net, je ziet mensen gebogen naar een gebruikersruimte lopen en base coke gebruiken of heroïne. Ja, ja. Het is wel een andere tak van sport, om het zo maar te zeggen. Ja, die toch nog wel even wat heftiger is. Er is een gradueel verschil. De nadigheid is, zeg maar, dat dalen van het welzijnsniveau, dat kan enorm doorgaan. Juist. En dan krijg je dus heel veel secundaire problematiek.
En dan heeft het inderdaad weinig zin om iemand te stoppen, alleen maar te laten stoppen met zijn verslaving, terwijl die wel nog elke dag de hele stad door moet slenteren om aan zijn eten en zijn onderdak te komen. Ja. Dus dan zou dat inderdaad een tijd lang iemand eventjes kunnen opvangen daarin. En dan geleidelijk aan, ik denk dan aan bijvoorbeeld aan een maand of twee op een mooie plek in de natuur waar je opgenomen wordt en waar je eventueel zelfs een soort overgangsgebied hebt van hier zitten de mensen die nog gebruiken. En dan is er ergens een doorgang naar waar de mensen zijn die al gestopt zijn, maar nu aan een secundaire problematiek aan het werken zijn en aan hun terugkeer in de samenleving. En dan die afdeling waar mensen nog gebruiken, dat zou dan wel een begeleid gebruiker zijn. Dus daar waar gewoon gekeken wordt welke dosis heeft iemand nodig om gewoon zeg maar zich goed te kunnen voelen. Ja. Zonder dat de dosis zo hoog is dat je niet meer kunt functioneren mentaal. Mm-hmm. Ja, dus bij alcohol bijvoorbeeld zou dat een dosis moeten zijn waarbij iemand nog zeg maar tamelijk nuchter is. Mm-hmm. En alleen maar van de ergste craving als het ware bevrijd wordt en waarbij die nog kan praten. Dat kan niet natuurlijk. Dus nee. Je moet nuchter zijn in het mentale deel in ieder geval. Ja. En je lijf moet dus als het ware zoveel toegediend krijgen dat het niet al te hard protesteert. En dat je gewoon je oké voelt of een klein beetje ongemakkelijk, maar zonder al te veel ellende. En dat kan bij middelen als cocaïne en amfetamine is dat heel gemakkelijk. Want die dosissen die hebben überhaupt niet zoveel invloed op het mentaal functioneren. Ja. En dan MDMA, zelfde ecstasy ook. Dat zijn middelen die je gewoon kunt gebruiken en ondertussen nog steeds snappen wat er verteld wordt. Ja, en je kunt nog steeds kijken naar. En dan moet je natuurlijk mensen wel helpen, ook met eventueel van probeer eens een dag zonder en hoe voelt dat dan? En afijn, dat heel geleidelijk aan, dat helpen. Gewoon, het is eigenlijk meer echt helpen. Maar de basis is hier dus echt telkens weer terugkeren naar, er is niks mis met je. En ook voor de hulpverlener. Ik geef tegenwoordig af en toe ook een cursus voor gewoon zeg maar hulpverleners om zich een beetje het spirituele manier van kijken eigen te maken. Oh, interessant. En het eerste wat ik ze dan uitleg is, als hulpverlener heb je exact hetzelfde probleem als je cliënt. Dus hou op met te denken dat jij je probleem al opgelost hebt en dat jij nu de ander zijn probleem gaat oplossen. Ja, dat alleen al schept een afstand met je cliënt die je bijna niet meer kan overbruggen daarna. Dus dat hele idee van er is niks mis met je. We hebben allebei hetzelfde probleem. We zijn allebei geïdentificeerd met ons ego. Jouw ego heeft hier een klein extra probleempje. Je bent verslaafd geraakt. Ik op dit moment niet, maar wie zal het zeggen? Ja, want je weet echt niet wat je nog gaat meemaken in je leven. Dus maak jezelf niet wijs dat jij zoveel verder bent dan je verslaafde cliënt. En dat geeft zoveel verbinding. Zonder dat je dat zeg maar, je hoeft niet helemaal soort als een slimiel erbij te gaan zitten. Nee, het is juist een soort eigenwaarde die van binnenuit komt en niet vanuit jouw rol als hulpverlener. Ja? Dus ik laat zien hoe rollen als het ware van invloed zijn op hoe je contact maakt met iemand. Dus de hulpverlener laat zien dat de hulpverleningsrol is belemmerend. Ja? Je moet dat op een andere manier leren zien. En wat het meeste helpt is, we hebben allebei hetzelfde probleem. Ja, we zitten in net iets andere fase, zou je kunnen zeggen, van precies. De cyclus van problemen. Ja, de hulpverlener krijgt ook nog een terminale ziekte en gaat nog dood en zal op dat moment ook vreselijk bang zijn en vreselijk zich vastklampen aan elke strohang om weer gered te worden. Dus waarom een verslaafde veroordelen die dat nu al meemaakt? Ja. Ja? En dan sterker nog, de verslaafde als die eenmaal op deze manier, die ik nu probeer uit te leggen, als die eenmaal op deze manier een verslaving heeft overstegen, heeft tegelijkertijd een enorme wijsheid ontwikkeld over allerlei andere vormen van dwangmatigheid, angstigheid, behoeftigheid. Ja, dus het is ik zal niet zeggen tegen mensen, word verslaafd, want dan heb je spirituele groei. Maar wel, als je het eenmaal geweest bent, als je eenmaal verslaafd geweest bent en je hebt het eenmaal doorzien, dan draagt het enorm bij. Wat zeggen ze in het boeddhisme? Lijden? Ja, lijden draagt bij aan groei van bewustzijn. Hè? Ja, precies. Ja, lijden is gewoon is de belangrijkste spirituele leraar, als het ware. Ja, en verslaving is eigenlijk een van de mooiste. Omdat je aan een verslaving al niet eens hoeft uit te leggen dat het eigenlijke probleem zich in zijn eigen geest afspeelt. De verslaafde weet al, het is omdat ik de hele dag loop te denken aan.
dat soort dingen, ja. Dat denken, ik durf niet te stoppen, want dan wordt de rest van mijn leven wordt één grote saaie grauwe boel. Ja. Dat weet je dan al, je beseft al, ik kan niet tegen mijn eigen gedachtes op. Die machteloosheid die je voelt als je probeert anders te denken dan je denkt. Wat mensen met een depressie ook hebben, die totale machteloosheid ten opzichte van je eigen negatieve gedachten. Ja. Dat is dus echt het lijden van deze tijd. Van onze westerse neurotische samenleving. En dat zijn in zekere vormen, zijn vormen van lijden die al het inzicht in zich hebben. Het is je eigen geest die hier de boel als het ware problematisch maakt. Dus leer kijken naar je eigen geest in plaats van naar de buitenkant waar dan zeg maar het middel of de zinloosheid in de wereld of wat dan ook zich afspeelt. Ja. En dat zie je bij hulpverleners ook vaak. Die duiken er vaak bovenop om het probleem op te lossen. Ja, dat is ook mooi. Ja. Je hoeft het probleem niet op te lossen. Dat kunnen mensen echt wel zelf. Je moet ze alleen de juiste manier tonen waarop het inderdaad ook niet al te moeilijk is om het zelf op te lossen. Dus dat is echt van belang. Ik sprak ook iemand die zit in het gedwongen kader met hulpverlening. En die zegt van ja, je moet op zoek gaan naar een substituut, een vervanger van je verslaving, hè? Want het heeft ook een functie, een overlevingsfunctie of een kopingsfunctie. En zo hadden we iemand, zei zij, bij de kliniek, die is gaan sporten en die werd ineens superbreed. Dat is niet meer te houden. Ja. Hoe sta je daar tegenover? Nou ja, kijk, er is wel één ding. Je hebt, als je stopt met de verslaving, ook als je op de goede manier stopt en dus eigenlijk de verslaving beëindigt, maar het is een verslaving die ook een flink deel van de dag ook jouw tijdsbesteding bepaalde. Ja. Dan valt daar dus ineens een gat. Ja. En dan is het wel heel handig om dat gat te vullen. Met andere bezigheden die dan natuurlijk niet een vervanging zijn in de zin van destructiviteit. Mm-hmm. Maar die eventueel wel gewoon iets heel leuks mogen zijn. Dus als jij iets heel leuks ontdekt om te gaan doen, in plaats van al die uren dat je door de stad zwierf om aan je geld te komen, dat, hè, of al die tijd dat je bezig was met drinken en je gaat nu zeg maar joggen of iets dergelijks. Hartstikke goed. En natuurlijk heb je ook daar mensen die daar dan ook moeilijk maat in kunnen houden en dan helemaal doorschieten in. Maar vaak is dat dan toch nog wat minder schadelijk en destructief dan doorschieten in het gebruik van heroïne of iets dergelijks. Voor de methode die jij als de goede bestempelt, hè, de Jan Geurts methode, de opluchtingsmethode zou je ook kunnen zeggen. Daar is ook wel een zeker zelfinzicht voor nodig, hè? Ja, je moet wel, je moet denk ik een zekere mate van reflectie kunnen plegen van wat denk ik als ik een sigaret opsteek, wat voel ik als ik helemaal klemgedronken thuis kom of wat dan ook, wat zijn dat voor gevoelens, hoe kan je die gevoelens eventueel interpreteren als van wat vind ik van mezelf, ja dus dat is een hulp die je kunt, wat vind je eigenlijk van jezelf als je helemaal klem thuis komt 's nachts en niks meer kan, wat voor gevoelens heb je op dat moment en de andere ochtend, wat voor gevoelens heb je over jezelf, wat vind je van jezelf en laat iemand dat gewoon maar hardop uitspreken, ja, en dan krijg je geleidelijk aan door van ja, maar dat ben ik helemaal niet, dat is juist wat dat middel mij iedere keer weer laat voelen, maar ik ben helemaal niet een slappe slumiel, eigenlijk past het helemaal niet bij me en zo kom je dan weer terug bij wie ben je werkelijk. Ja. We hebben nu wat methodes behandeld. Hè? Je hebt het 12-stappen-model even genoemd. ACT, of ACT moet ik zeggen, daar sta je wel redelijk positief tegenover. Ja, dat is voor een belangrijk deel ontleend aan het boeddhisme. Ja. Acceptance en commitment is kijken naar je gedachtes zonder je ermee te identificeren. En pijnlijke gevoelens proberen om die niet langer te bestrijden, want daar worden ze pijnlijker van. Dus niet langer een oplossing zoeken voor je pijnlijke gevoel, maar laat het nou maar eens gewoon er zijn, dat pijnlijke gevoel. En kijk naar die nare gedachten die je bij zo'n pijnlijk gevoel hebt en herken dat het aangeleerde gedachten zijn die niets zeggen over wat je werkelijk bent. Dat is allemaal gewoon een helemaal spirituele manier van kijken. Ja. En acceptance en commitment therapy heeft daar nog een aantal zeg maar, terminologieën aan toegevoegd, handvaten. Die het voor mensen die nog niet zo bezig zijn of zelfs afschrikken van het idee van spiritualiteit, kunnen dan wel ACT doen. Denken dat ze een psychologische methode doen, terwijl ze in feite al met spiritualiteit bezig zijn. Ja, dus veel wordt ontleend aan spiritualiteit. Hè? EMDR. EMDR ook en PRI. Het zijn allemaal methodes die door mensen die zeg maar, uit de spiritualiteit ontleend zijn. Ja. En die gewoon. Voor een deel is het misschien ook wel commerciële handigheid. Het verkoopt veel beter als je als nieuwe psychologische methode verkoopt. Maar het is ook drempelverlagend voor cliënten met problemen. Omdat spiritualiteit
nog maar voor een wat kleinere groep interessant is. Ja. En voor veel mensen nog spiritualiteit, dat is allemaal zweverig gelul. Ja. Daar begin ik niet aan. En dan gaan ze naar een psycholoog en die helpt hen dan kijken naar hun eigen gedachten. En dan is het ineens geen spiritualiteit. Ja, ja. Ja, ik heb nog een paar vragen van collega's binnengekregen. Ja. Even kijken, David die vraagt, wat is doorgaans het meest succesvol om iemand van een verslaving af te helpen? Zijn er ook nieuwe technieken, bijvoorbeeld nieuwe trends en inzichten over het behandelen van een verslaving? Die we nog niet weten wellicht. Ja, nee, ik ben daar niet zo in thuis, denk ik. Want ergens heb ik gewoon besloten, de traditionele hulpverlening, die hebben een verkeerd uitgangspunt. En ik heb me daar verder ook niet in verdiept. Nee. Dus het is... Het zou mooi zijn als er nieuwe technieken ontstaan. En natuurlijk, als er een pilletje zou zijn wat je van al die verslaving afhaalt bij all means, dan moet je dat gewoon gebruiken. Ja. Maar ik heb het idee dat er altijd dan weer andere problemen zich zullen voordoen. Omdat problemen in feite geen echte problemen zijn, maar hulpmiddelen om zeg maar jezelf te leren kennen wie je werkelijk bent. Hè? Ik hoor het al, Jan is niet commercieel genoeg. Want je had nu ook mooi je eigen nieuwe online cursus kunnen promoten. Oké, ja, de nieuwe ontwikkeling. Toch? Ja, maar het is alleen geen nieuwe ontwikkeling, want het is al 20 jaar oud, deze methode. Dat is waar. En heeft al best wel veel zijn effecten bewezen. Maar wat en gaat het is nu nieuw, het nieuwe is nu alleen maar dat nou online is nou zo toegankelijk en... Ja. En makkelijk voor mensen ook om weer op een nog toegankelijker manier deze kennis tot zich te nemen. Ja. En voor mij is het heel makkelijk, want ik kan gewoon thuis achter mijn bureau gaan zitten. En de mensen die nog hulp nodig hebben bij het stoppen op deze manier, die kunnen gewoon dan via Zoom een vraag stellen aan mij. En krijgen antwoord van mij en een uitwisseling met mede, zeg maar, beoefenaars hier. Mensen die of gestopt zijn en nog wat ondersteuning nodig hebben of die... En nog bezig zijn met stoppen en graag willen uitwisselen met anderen. Dat kan dus ook via internet. Hè? Dat mensen in groepjes bij elkaar laten vertellen over hun verslaving. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel. Ja. En alleen bij mij moeten ze dan niet zeggen, ik ben Jan, ik ben verslaafd. Nee. Ja, eerder van, ik ben Jan en ik ben niet verslaafd, maar ik heb wel een verslavingsprobleem. Ja, 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 zoiets, ja dat is echt een totaal andere benadering. Dit is, dat heel andere benadering. Ja. Maar jij gelooft wel in de kracht van groepstherapie. Ja, want een belangrijk onderdeel bij zelfafwijzing is, als je er last van hebt, heb je ook nog het idee dat andere mensen dat allemaal veel minder of niet hebben en jij de enige sukkel bent en de rest van de wereld allemaal heel goed en blij en gelukkig functioneert. Kijk maar op Facebook, allemaal blije gezichten en ik zit hier thuis weer te schlemielen met mijn borreltjes in mijn eenzaamheid en zo. Ja? Dus dat isolement is een onderdeel van zelfafwijzing. Ook buiten verslavingen om, als mensen veel last van zelfafwijzing hebben, creëren ze daarmee een illusie van afgescheidenheid. Ja. En dus het is erg mooi om dat dan met uitwisseling met andere mensen. Dat is ook waarom ik mijn cursussen geef in meditatie. Mensen moeten ook aan elkaar vertellen. Gewoon de dagelijkse probleempjes had ik bezig en toen keek ik er op een andere manier naar. En dat hielp mij en zo. En een andere, gewoon dat uitwisselen van... Ja. En dan vooral van, waar heb je moeite mee? Ja. Ja, het ego probeert altijd een soort show op te houden van, met mij is geen enkel probleem, ik heb alles dik voor elkaar. En daarachter achter dat imago lijden we dan doorgaans aan eenzaamheid en gevoelens van misluktheid en angst. En op het moment dat je die hele façade af en toe kunt laten vallen, en dat is dan wel handig om dat bij mensen te doen die met dezezelfde materie bezig zijn. Mm-hmm. Want anders kan je inderdaad ook nog eens een keer afgewezen worden. Als je gewoon in een willekeurige setting zegt, ik heb zo'n moeite met mijn eigen emoties, dan zal de man in de supermarkt je misschien uitlachen, maar de medecursist in zo'n cursus, die zal daar alle begrip voor hebben. Het is een veilige setting. Ja, en dan ontleer je dus ook, je leert elkaar dus als het ware ophouden met jezelf af te wijzen over het hebben van moeilijke gevoelens. Dat was mijn vraag inderdaad, van wat is het doel daarvan, maar dat geef je nu inderdaad aan, ja. Even kijken of ik nog een vraag kan vinden. Ja, wat is je visie op complexe verslavingsproblematiek? Je hebt het net al een beetje genoemd, maar waarbij meerdere verslavingen een rol spelen, zoals alcohol, coke en pillengebruik, die combinatie. Ja, ik denk dat als je meerdere verslavingen hebt, is het en je stopt maar met één van die verslavingen en niet met de andere, dan is er een groot gevaar dat je gaat compenseren bij die andere. Dus dat je stopt met alcohol, maar je gaat gewoon meer cocaïne snuiven. Ja, omdat je toch nog steeds bezig bent met nare gevoelens niet te willen voelen. Nee. En alleen je haalt één methode weg en dan moeten de anderen dus datzelfde probleem dan voor jou gaan oplossen.
Dus mijn suggestie is eigenlijk altijd, als je meerdere verslavingen hebt, stop dan maar met alles tegelijk. De angst die je daarbij voelt is evenredig veel groter, maar de opluchting ook als je het eenmaal toch dat besluit genomen hebt. Dus het is alleen maar een gradueel verschil. En in werkelijkheid is het in feite makkelijker om maar meteen ineens te stoppen met al die dingen. Er is één uitzonderingetje. En dat is als je bijvoorbeeld roken met een alcohol of met drugs. Dan zou ik, en je durft het niet allebei tegelijk, dan mag je nog even blijven roken. Ja. En doe eerst die andere, maar niet andersom. Dus niet eerst stoppen met roken en doorgaan met alcohol. Want de eerstvolgende keer dat je over die grens heen gaat van 5 biertjes of zo, ga je ook weer roken, want alcohol is een grensvervager. Ja. Ja. Ja, dus de roes van de verslaving brengt dan meteen ook weer de zin in roken met zich mee. Ja. Dus roken is dan, als je al niet alles tegelijk stopt, is roken de laatste. Ja. Dan moet je die maar een maand of twee uitstellen voordat je daarmee ophoudt. Ik moet ineens aan denken, ik was gestopt met roken en het eerste wat ik dacht, er stond, je moet juist bepaalde situaties vermijden, maar ik dacht, en daar is ook een naam voor, ik ga juist nu veel drinken en als ik er dan in slaag om niet te roken, dan hoef ik nooit meer te roken. Ja. En dat is wel gelukt. Ja, dat is wel uitzonderlijk, vooral als het er met alcohol gaat. Je hebt verschillende strategieën hier en natuurlijk, er is één ding die zegt, je moet niet situaties waarin je vroeger gebruikte en die je toch in je leven weer gaat tegenkomen, die kun je maar beter zo snel mogelijk weer tegenkomen en niet pas over een half jaar. Dus als je bijvoorbeeld altijd dronk op verjaardagsfeestjes van je familie, dan moet je niet wegblijven bij die feestjes, want dan krijg je een enorm probleem als je over een half jaar ineens voor het eerst naar zo'n feestje gaat. Dat was mijn visie. Maar als je bijvoorbeeld een prostitutieverslaving hebt gehad, dan is het niet nodig om dan meteen weer te gaan wandelen in de straat met al die rode raampjes, omdat je dan moet bewijzen dat je van je verslaving af bent. Nee, dan is het beter om daar weg te blijven. Eventjes wegblijven. Dus dingen die je toch kunt laten, kan je beter laten. Maar dingen die je in je leven toch gaan tegenkomen, die kan je beter meteen na de dag dat je gestopt bent, maar gewoon maar weer gewoon hebben. Want dan heb je nog dat frisse gevoel van, wow, wat goed dat ik er vanaf ben. En dan meteen maar naar feestjes gaan, meteen maar met vrienden op het terrasje gaan zitten. Ja. En dat niet met een soort van, dan wordt het misschien wel heel moeilijk. Klopt. Nee, gewoon doen. Ik dacht ook van, ik kan gewoon wachten op de trein een half uur zonder, en ik ben er nog steeds, terwijl ik niet heb gerookt. Ja. Nou, dat is wel zin in vriendje. Ja. Ik heb vooraf ook nog even een filmpje bekeken. We naderen het einde van deze podcast, videopodcast. Ik heb ook nog even een filmpje gekeken van mevrouw Noorlander. Zij is psychiater bij Delta. In onze regio. En zij benadrukte heel erg dat er van allerlei dingen gebeuren in je hersenen bij een verslaving. En als je stopt, kun je tijdelijk nergens plezier aan beleven door het vele gebruik en de intolerantie die ontstaan is. En dan ben ik toch wel benieuwd, je hebt daar net al wel iets over gezegd, maar hoe je daar dan mee om zou gaan. Is dat inderdaad iemand erop voorbereiden van, je gaat nu een periode in waarin je wat minder plezier zou beleven, maar observeer die gedachtes of... Ik denk dat er, dat aan de ene kant is dat natuurlijk waar. Je hebt een bepaald soort genot of plezier ontleend aan het middel. En dat houdt dan op. Maar daar staat een misschien wel 10 keer zo groot plezier tegenover. Namelijk het gevoel dat je eindelijk gedaan hebt waar je al die tijd zo bang voor was. Geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen. En die periode dat je dan zeg maar je naar voelt, en dat is dan met name vooral bij die middelen zoals heroïne en de vervanging ervan, methadon en dat soort dingen, dan ben je wel een paar weken ben je gewoon naar. Ja. Het lijkt een beetje op een griep. Ja. Een grieperig gevoel, naar gevoel. Maar ik heb mensen gekend die dus inderdaad op deze manier ook met hun 20 jaar methadonverslavingen van de ene dag op de ander ermee stopten. En inderdaad 2-3 weken een beetje thuis, een beetje ziek lagen te zijn. Maar al die tijd hadden ze al zoiets van yes! Yes, eindelijk! Ja, eindelijk ben ik weer een normaal mens. Ja, en bedoel, ook als je een griep hebt, dan weet je, je hoeft niks te doen. Het gaat vanzelf over. Ja, nare gevoelens zijn niet het probleem. Het probleem zijn het niet willen voelen ervan en dan in het gevecht ertegen aangaan. Ja, en dus dat is het mooie van... Dus die mevrouw heeft ongetwijfeld gelijk als je op de ouderwetse manier stopt. Want dan heb je dus geen vreugdevol gevoel. Ja, ja. Dan heb je een soort van de hel begint nu. Ja, ja. Zo omschreef ze het ook echt. Ja, ja, ja. Ja. En met deze methode zie je juist, de hel is het verslaafd zijn. Ja, ja? Ja. En op de dag dat je besluit, ik stop ermee, ben je uit de hel. En dan heb je inderdaad nog gewoon de normale... zeg maar afterglow, de normale naverschijnselen van bepaalde middelen.
die soms inderdaad wat ongemakkelijk voelen. Maar what's the problem dan? Stop. Je hoeft niks te doen. Nee. Je hoeft helemaal niks te doen. Stoppen zonder strijd. En ja. Het klinkt allemaal zo simpel. En dan vraag ik me toch af, waarom houden al die instellingen voor verslavingszorg dan vast aan die oude methode? Ja, en waarom... maar kijk in de rest van de samenleving bij alle andere problemen. En waarom worden alle problemen aangepakt door de symptomen te bestrijden? Ja, dat is gewoon onze aangeleerde manier van kijken. Dat is ook weer drugsprobleem. Ja, dat is met drugs ook bijvoorbeeld dat drugs gecriminaliseerd is. Ja, zogenaamd, we gaan de drugs bestrijden. Ja. Ja, nou, dat levert de samenleving een gigantisch extra probleem op. Ja. Ja, en geen enkele voordeel en alleen maar gigantische nadelen. Ja. Maar er is geen politicus die werkelijk durft te zeggen, we moeten de boel legaliseren. Want die zijn alleen maar bezig met hun herverkiezingen en het in stand houden van hun partij. Ja, en dat geldt ook voor het stikstofprobleem en voor afijn, noem maar op. Ja. Ja, dus we zitten gewoon in een samenleving die geleidelijk aan een crisis aan het opbouwen is. En natuurlijk, het mooie van een crisis is dat het uiteindelijk groei van bewustzijn gaat opleveren. Dus uiteindelijk is alles goed. Dus er is uiteindelijk geen probleem, maar je weet niet hoe naar het moet worden eerst. Ja, precies. Ja? En we zijn wel duidelijk aan het soort van, we zijn nu een crisis aan het creëren. Ja. Op heel veel fronten tegelijk. En de spirituele visie zegt dan van, nou ja, laten we hopen dat de mensheid als geheel niet al te veel ellende nodig heeft voordat ze weer een klein beetje bij hun verstand komen. Maar op dit moment is daar nog geen uitzicht op, eerlijk gezegd. Nee, het wordt echt nog wel een stuk erger voordat het weer beter wordt, denk ik. Ja, ja. En met deze hoopvolle boodschap sluiten we de podcast af. Dus je kan beter maar alvast stoppen met je verslaving. Dan heb je die shit alvast opgelost. Ja, dat scheelt. Dan ben je beter bestand tegen eventuele... Ja. Hoge energierekeningen en dat soort dingen. Ja, dat is ook weer een narigheid waar je mee moet dealen dan natuurlijk. Ja. Dankjewel, Jan. Ja, met alle plezier. Ik vond het erg leuk om met je te praten. En heel inzichtgevend ook weer. Sommige dingen wist ik al, had ik al in je boeken gelezen. Maar ook weer nieuwe inzichten gekregen. En ik hoop vooral dat het voor de kijker / luisteraar voor inzicht heeft gezorgd. En al help je er maar een paar mensen mee, dan is dat alweer mooi meegenomen natuurlijk. Ja. En mensen kunnen altijd op mijn website even kijken, www.jangeurs.nl. Misschien vind je die cursus stoppen met vrij van verslaving heet het. Misschien is het wat voor je, kijk maar, dan zien we elkaar misschien nog in de online cursus. Ja, en ben je meer een voorstander van lezen? Er zijn ook boeken genoeg over geschreven, over stoppen ik heb met roken. Al mijn boeken heb ik ook nog als luisterboek ingesproken. Dus als je liever luistert dan leest, dan kan je ze beluisteren. Ja. Dus er is hulp voor handen. Voor ieder wat wils. Ja. En jij, dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast. Wil je meer van deze podcasts? Verschilmakers in de zorg? Ga dan naar nasrotterdam.nl/podcast. Of check ons op Spotify.